Hey, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Karim en dit is deel 2 van Goochelen, hoe doe je dat? Goochelen, hoe doe je dat? In deze aflevering ga ik je leren hoe je een muntje uit het niets tevoorschijn kunt toveren. Het ziet er ongeveer zo uit. En daar is de munt. Als je wil weten hoe dit werkt, blijf dan kijken. Goochelen. Hoe doe je dat? Hoe doe ik dit nou? Het is eigenlijk best wel simpel. Even een stukje naar achter, hopelijk ben ik dan wat beter in beeld. Wat je nodig hebt is een muntje. Ik gebruik hier een ouderwetse dollarmunt. Het is best wel groot, maar je kan ook een euro gebruiken. Alleen het is wel makkelijker om deze truc te doen als je aan de zijkant van de munt een beetje karteltjes hebt. Een beetje scherpe randjes. Dat je hem goed kan vasthouden. Wat je namelijk doet is het volgende. Je houdt de munt verborgen in eerste instantie op deze manier. Tussen je duim en je wijsvinger. Zo is de munt verborgen. Als je dit zo laat zien, ziet het er natuurlijk niet goed uit. Dus zorg ervoor dat de zijkant van je duim gericht is naar de ogen van je publiek. Zorg er ook voor dat je hand gelijk loopt met de vloer. Dus niet schuin naar onder, want dan kunnen ze eronder kijken. Of schuin naar boven, dan zien ze hem hier. Maar echt helemaal gelijk met de vloer. Dus helemaal horizontaal. Als je dat doet, dan kan je dus je hand op deze manier leeg laten zien. Door je vingers te bewegen en door je hand niet te draaien. Want dan zien ze natuurlijk de munt ook. Als je dit hebt gedaan en je hebt je hand leeg laten zien, dan doe je het volgende. Ik zal heel even voor de uitleg draaien. Maar normaal gesproken doe je dit dus op deze manier. Je hebt de munt hier. Je hebt je vingers bewogen en laten zien dat er niks achter je vingers zit. Nu ga je je middelvinger en je wijsvinger naar binnen bewegen. En daarmee pak je de munt tussen deze twee vingers. Dan haal je hem naar voren. En in plaats van dat je hem zo meteen tevoorschijn haalt, duw je met je duim tegen de voorkant van de munt, waardoor die aan de achterkant van je vingers zit. Heel belangrijk, aan de achterkant van je vingers. Aan de voorkant van je vingers is dus nu nog niks te zien. Het lijkt dus nu net alsof je net je vingers leeg hebt laten zien en dat er nu niks in je hand zit. Om de munt nu tevoorschijn te toveren, hoef je eigenlijk alleen maar je duim op het randje van de munt te leggen en je wijsvinger aan de kant te doen. Van de achterkant ziet het er zo uit. Hopelijk is het goed te zien. En van de voorkant ziet het er dus zo uit. Als je nu even zo'n een beetje een beweging maakt, dan zie je zo dat die munt omhoog flipt. Als je dan je vinger er weer achter zet, hop, lijkt het net of de munt tevoorschijn komt uit het niets. Ik zal hem nog één keertje doen. De munt begint in deze positie. Tussen je duim en je wijsvinger. Je houdt je hand horizontaal, zodat niemand de munt kan zien. Het beste is ook een beetje op ooghoogte. Zo, dan beweeg je je vingers. Daarmee laat je zien dat er niks is. Van deze kant pak je dus de munt tussen je middelvinger en wijsvinger. En je strekt die naar voren terwijl je met je duim tegelijkertijd de munt naar achteren duwt. Dan doe je je wijsvinger omhoog en heb je je duim op het randje van de munt. En maak je zo'n beetje zo'n beweging waardoor die munt zo omhoog flipt en dan komt hij tevoorschijn. Dat is hoe je een munt tevoorschijn haalt. Veel plezier ermee. Nou, dit was het dan, het einde van de video. Hopelijk vond je het leuk. Als dat het geval is, vergeet dan niet even om deze video te liken. En deel hem ook even met je vrienden. En als je nog meer video's wilt zien zoals dit, vergeet dan ook niet om eventjes te abonneren op mijn kanaal. Dat kun je doen door hier te klikken. En dan zie ik je graag volgende keer weer bij deel 3. Goochelen. Hoe doe je dat?